Goedendag mensen en leuk dat jullie keken naar Hadidoe. Vandaag gaan we verder met mijn hartenjagend serie. En dit keer al bij part 2. Vorige keer toen deden we dit spel natuurlijk ook, part 1 natuurlijk. En toen zijn we op tweede plaats geëindigd. En nou ja, we zijn nog steeds op tweede plaats. En want het gaat verder tot wie het eerste 100 strafpunten kreeg. En ik heb een kleine update erbij. Als je nu goed hier beneden kijkt, dan zie je zo'n balk. En dan zie je aantal strafpunten tijdens deze hand of punten. Ik heb 0, dus nu gewoon omdat net een nieuw potje begint. En ja, we gaan dus nu gewoon beginnen. Leuk dat jullie kijken nogmaals. En ja, ik hoop dat jullie toch niet het filmpje gaan heel leuk vinden. Nou ja, laten we dan maar beginnen. Ik heb op zich hele mooie kaarten. Ik geef de aas door, deze. En ja, ik moet nu gewoon wat stomme kaartjes weggeven eigenlijk. Hè? Dus ik doe gewoon deze erbij of zo. Even kijken hoor. Nee, ik kan ook gewoon iets anders doen. Ik kan toch gewoon deze zo. Oké, ik heb mooie kaarten op zich. Dus ik, ja, ik het gaat gewoon kan gelukken. Hè? Deze pak ik ook. Oeh, iemand heeft die dan niet meer. Nou ja. Nou, dan moet ik die opgooien, hè, natuurlijk. Snap je ook wel. En heb ik jullie nu zo net al gezegd dat schop een vrouw 13 strafpunten is en gewoon hartens 1 allemaal? Dat ben ik vorige part vergeten, dus vertel ik het nu even. Uw beurt. Ja, dat snap ik. Oké, nou ja. Oeh, daar is de schoppende vrouw al. Die moet ik natuurlijk niet met deze pakken, anders pak ik hem. En dan heb ik 13 strafpunten. Dus ik gooi gewoon die bij. Die is niet voor mij. En even kijken, hier nog een ruiten. Deze moet ik helaas pakken. Ja, ik kan niet anders doen. Ik moet deze 3 en ik zit allemaal boven. Dus ik pak gewoon met het hoogste, dus dat is het slimste. Nou ja, ik ga nog een keer met deze. Ik denk dat nog wel iemand hem heeft. Ja, kijk, die hebben er nog wel. En de rest heeft al geen strafpunten meer. Dus dat is hartstikke handig. Oké, nou, laten we maar verder gaan. Doel was... Ik moet die van mij. Van mij is die het hoogste. Dus ik moet tegen die gaan vechten. Nou, doel pak ik nu al de strafpunten. Dus ja, ik gooi gewoon eerst deze bij en dan de laatste. Ik heb 3 strafpunten in deze hand. Dus ik ben op zich wel blij met mijn score die ik nu heb. Ik sta nog steeds tweede plaats. 3 strafpunten erbij. Ja, ik moet tegen die, want die staat nummer 1. Even H en Doe. Ja, die staan vrij dik achter. Dus ik kan nog wel eerst komen. Oké. Okay. Nou ja, laten we dan er gewoon verder gaan. Hè? Ja, ik moet nu weer kaarten doorgeven. Ik geef gewoon deze door. Deze en deze. En zo ongeveer. Zo. Oei, ik heb hoge harten. Dat is wel heel jammer. Laten we eens kijken hoe het nu allemaal gaat lopen. Ik pak deze slag. Ik wil... Ja, oké. Okay, ja, deze moet ik weer helaas... Pakken 4 strafpunten, helaas. Hartstikke jammer. Ik moet er gewoon tegen die. Ik ga nog een keer. Wie heeft de vrouw? Wie heeft hem? Bam, gewoon de hoofden erbij mieteren. Hartens moeten we nu echt wegkomen. Helaas pak ik hem weer. 7 strafpunten. Ik kan nu gewoon. Ik ga gewoon komen met deze. Dit is. Oh, dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Oh, 20 stra... Oh, dit is het slechtste potje die ik ooit heb gedaan. En het kan nog wel veel slechter worden. Ja, ik moet die erbij leggen. Ach, shit, die pak ik ook. 23, wat een slecht potje. Och, 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 och. Nou ja, 23, dat is toch een heleboel. Ik denk dat nu derde plaats ongeveer staan. Het is, maar dit maakt het wel spannend. Ja, derde plaats helaas. Niet leuk is het. Oh, bijna ook nog 4 ook nog. En die had alweer 1 strafpunt. Hard jammer dit. Maar nu heb ik een comeback. Dus ik kom nu weer terug. Oh, ik moet eruit. Het is ook zo. Ja, die pakt iemand anders ook. Kom maar, ja, kom met die schop. En ik wil de vrouw eruit halen. Ik hoop dat die de vrouw heeft en dat hij hem zelf pakt. Laat hem maar komen, kom maar. Nee, no.
Nou ja, zullen we eens kijken. En ik gooi gewoon die erbij. En zo. En nu ben ik ook. Als iemand nou ruitens opgooit, dan ben ik blij. Of dit is ook blij. Zo, die gooi ik er mooi bij. Hij moet eruit komen, hè? En dat. Ja, die heeft iemand anders mooi gepakt. Nou ja, nu kan ik deze mooi kwijt. Mooi. Gewoon acht proberen. Nee, helaas weer vier. Nu kan er wel iemand op. Ja, dat dacht ik al. Moest eigenlijk ook wel. Ja, kom er nooit lekker zelf mee. Dat is wel helemaal dom. Doe is al zo slecht. Pakte hij hem nou? Pakte die hem nou? Mensen, ik ben gewoon hartstikke blij. Oh, ik ben blind. Ik ben gewoon hartstikke blij dat hij hem gewoon gepakt heeft. Nu heeft hij tenminste wat strafpunten erbij. Wat een spannende poort is dit, zeg. Goh. Nou ja, die is ook van Doe. Ik vind het geweldig leuk gewoon. Nou, ik sta nog steeds derde, maar het verschil is nu heel klein. En nu zie je. Ik lig wel een beetje achter nu weer. Dat komt door dit potje hiervoor. Dat was verschrikkelijk. Ik kan nu gewoon weer wat kaarten, de random kaarten weggeven. Oeh, dit is wel heel jammer. Ik heb weer hele hoge harten. Is kei jammer. Hartstikke kei jammer. Laten we nou mooi met. Ja, Doe. Ach, helaas pak Doe hem. Vind ik jammer. Die staat zo dik achter. Maar, ja. Het is mijn eigen best wil. Ik moet niet vierde willen komen te staan. Niet leuk. Echt niet. Ik pak deze slag. Dat boeit me niet. Ik pak hem gewoon. Nu, als iemand met schoppen komt, gooi ik hem mooi. Bam. Doe een leuke. Kom maar met schoppen, zeg ik. Ik zeg toch, kom maar met schoppen. Yes, die heeft zijn strafpunt erbij. Hartstikke. En deze moet ik toch pakken, dus wat maakt het mij dan uit? Die moet ik toch pakken. Yes, gelukkig. Heb ik maar. Oh, vier, dat is toch best wel nog wel veel op zich. Nu pakt haat tenminste ook nog wat strafpunten erbij, dus nu heb ik nog kans op een tweede plek. Even kijken, het gaat goed. Het gaat heel goed, heel goed, heel goed. Ja, het gaat geweldig. Even kijken hoor. Oh, ik sta alweer bijna derde, tweede plaat bedoel ik. Die haal ik nog een paar strafpunten erbij. Ik ga deze keer op iets heel leuks doen. Nee, als ik de schoppende vrouw krijg, is helemaal niet best. Dus ik probeer gewoon dit. Nee, wacht. Ik gooi gewoon de klavers weg. Naar rechts doorgeven. Oh ja, selecteer 3 natuurlijk. Hè? Goed. Zo, 3. Yes, ik heb een schop. Oh. Maar maakt niet uit. Ik heb in ieder geval de schoppende vrouw niet. Want als je bijvoorbeeld geen schoppen hebt. En dan krijg je het schoppende vrouw. En dan gooit iemand schoppen op. Ja, dan pak je de schoppende vrouw natuurlijk. Of dat is niet handig. Ja. Juist. Die heeft de vrouw volgens mij. Volgens mij, ja. Nee, toch niet. Nou, ik gooi hem maar gewoon. Laten we wat strafpunten in het spel gaan gooien, zou ik zeggen, hè? Goed. De vijver bij. Nou ja, ik pak hem gewoon met dat. Yes! Die heeft weer de vrouw te pakken. En nu heb ik kans op een eerste plek. Alleen haar en die moet nog wat meer strafpunten. Maar het gaat hartstikke goed met het spel. Dus ja, ben niet jammer, hartstikke jammer. Nou ja, nu hoor ik gewoon lol tijd deze stomme. Oh, hier kan ik niet onder. Hartstikke mooi. De stomme rat die moet opflikken met zijn stomme kaartjes. Oh, waarom pak ik. Oh, helemaal niet, toch niet zo. Dus er zit geen strafpunt meer in. Wel! Oh, dat was hartstikke dom. Nu heb ik 3. Homme voor niks. Oh, 5. Oh, wat dom. Ik kon ook nog. Die kon veel meer te pakken krijgen. Anders stond ik nu, denk ik, al eerste. Ja, dan stond ik eerste. Nee, tweede. Ha, hij is nu eerste. Dit is echt een spannend spotje. Spannepie. Weg, jij. Oké, ik vind het echt een huwelijk potje.
Ik geef deze kaart door. Ik geef. Ik geef. De schoppende nu. Dit is een mooi padje. Dit weet ik zeker dat dit een mooi padje is. Dit wordt een mooi padje. Gewoon een mooi vier op hier. En nu, als iemand met schoppen komt. Boom! Daar hou ik zo veel van. Kan ik daaronder? Nee, ik moet hem pakken. Dus dan pak je maar gewoon, hè. Laten we hem maar met de negen komen. Die pak ik ook. Oh nee, die pak te doe. Hij komt met een zes, zegt hij, hè? Nou ja, laat hem maar komen, zou ik zeggen. Ik ben helemaal niet bang meer voor hem. Oh, mijn dee. Oké, dat is toch echt nergens op. Maar we gaan gewoon verder. Ik keek even hoe lang aan de recursen was. 10 minuten. Dus we hebben nog wel liefjes. En dan stoppen we. Dus nog één potje hierna ongeveer. En dan zijn de leuke spellen weer voorbij. Wat? Ik kan hem niet pakken! Wat ben ik? Ik let gewoon niet goed op! Oh, dit is echt niet fijn, man. 17 strafpunten. Maar dat vinden jullie gewoon leuk, want dan nu kunnen jullie een deel 3 zien. Ja, man. Oh, dit is echt een spannend spel. Ja, het is gewoon een cool spel, omdat het daar gewoon cool is. Oké. Ik gooi 3 kaarten door naar de. Oh ja, ik moet weer gewoon beginnen. Geen schoppen, dus ik kan nu gewoon mooi de harten zo gooien. Ja, o, mooi. Waarom? Kijk, er weer eens op. Ja, nu ben ik af, mensen. En ik denk dat dit het laatste ding was van deze part. Het is helaas niet goed afgelopen. Spijt me, mensen. Ja, het heeft allemaal geen zin meer. Ik weet niet wat. Ja, pak. Oh, die pak ik niet. Ach, dat boeit me nu helemaal niks meer. Het is allemaal voor niks geweest. Ja, dit is gewoon echt niet leuk. Echt niet. Waarom moest het nou zo ver komen? Dat ik nu nog vier erbij pak. Waarom? Ik die drukte niet. Jullie laten het gewoon. Dit is maar een spelletje. Ja, ik sta al dik achter, maar het boeit me even helemaal niks meer. Ik wil gewoon even rustig doen. Domme fouten zijn er altijd. Ik maak zoveel domme. Oh yes, ik ben nog steeds niet af. Laten we nou nog één mooie hand gaan spelen. Boom. Oké, we gaan doorgooien, anders hebben we te weinig tijd. Wacht, ik ga dit keer voor de koeligheid. Deze pak ik, deze kaart. Wat vind ik wel leuk. 2, 3, 5. Ho, ho. Die heeft weer wat aangepoeid dan. Ik hoef maar één strafpunt en ik ben al af. Ja, dat heeft nu geen zin meer. Gelukkig heeft hij nog een kaartje. Mensen, dit was het. Ja. Dit was het laatste potje dan. 4 strafpunten erbij. Ik zit al over de 100, dus ja. Ja, het maakt nu niks meer uit. Maar ja, oké. Sorry, u hebt verloren. Hopelijk hebt u later meer geluk. Ja, later heb ik sowieso meer geluk. Maar dat zien jullie in de volgende keer. Want Jan is de beste gamer ooit. Met Jan Games. Dus, ha-di-doe, mensen.